Nou, we zijn hier in Polen, in Warschau, en we zijn hier bij het Techniekmuseum van het Poolse leger. En hier heb je zeg maar raketwerper, een Katusha, moderne versie die ook in Oekraïne wordt gebruikt. En hier heb je de voorloper, dat is zeg maar die in de Tweede Wereldoorlog is gebruikt. Zoals je kan zien. Daarnaast heb je er nog eentje. En dat is zeg maar een van de, zeg maar, de originele Katusha raketwerpers. Hij staat wel op een Russische vrachtwagen onderstel. Maar de eerste waren op stoetbekers. Nou, dan heb je hier wat modern spul. Zeg maar van de jaren 70. Rakettenwerpers. En grote lanceerplatform voor raketten. Voor ballistische raketten. Een Russische makelij. En hier hebben we ook nog een M107 Amerikaans, wat gebruikt is in de Vietnamoorlog en natuurlijk in de Golfoorlogen en in andere NATO-landen. Daar hebben we een BMP, die worden nog gebruikt in Oekraïne door beide partijen. En hier hebben we wat Pools materiaal, jaren 70, 80. En hier hebben we Jan Keijenkop. Met petje op staat hier bij een Russisch transporttoestel, gebruikt door de Polen, wat ook veel gebruikt wordt voor parachutisten. Op het dak staat trouwens nog een luchtdoelgeschut. En hier hebben we zeg maar de verkenningsvoertuigen die ook gebruikt worden in Oekraïne. Ook in Joegoslavië zijn die dingen gebruikt. Hier heb je de BMP weer, met kanon erbij. Zo ziet dat eruit. Wel een beetje jammer is, als je voorbij het hekwerkje wil dat het, om een foto te maken, dan sommige vrouwelijke leden van het museum niet zo blij zijn. Maar ja, dat jammer dan. En dit is van de marine, denk ik. Onderzeebootje. Ja, dit zijn de wasjepakvoertuigen. Altijd wel interessant om te zien, want dat zie je bij ons niet zoveel. Dus hier natuurlijk wel. Kijk, en hier hebben we een voertuig wat ook in Oekraïne wordt gebruikt. BMPR. En als het goed is, zijn de Russen bezig om deze 152... weer een rijkaart te krijgen om ook naar Oekraïne te sturen. Maar ja, dat is allemaal jaren 50, jaren 60 materiaal. Dus qua bepansering ook. Dit is jaren 70, jaren 80. Dus zeer interessant allemaal. Ik hoop dat jullie het ook interessant vinden. Wij gaan zo even kijken of wij naar binnen kunnen in het fort zelf, in het museum. Kijk, daar zo onder het zeil, wat staat daar? Een T-72 tank. Die ook wordt gebruikt in Oekraïne. Kijk, hier hebben we eentje vanuit de jaren 60. Een airborne voertuig. Een kanonnenjager. Zeg maar, kan je verplaatsen door de lucht. Hier hebben we een Jozef, onderstel van Jozef Staling. Met een... groot kanon, zeg maar een tankjager, ofwel voor stevige posities weg te blazen. Hier hebben we op een T-34 onderstel een tankjager, daarnaast staat een tankjager en daar hebben we de PT-76 Poolse uitvoering die ook gebruikt is in de Vietnamoorlog en in het Midden-Oosten en in de Yom Kippur oorlog. En hier hebben we wat interessants, een T-55 opgewaardeerde met mijnruiminstallatie. Kijk eens jongens, is dat niet interessant? Hiermee rij je over de mijn heen, je explodeert en jij kan gewoon verder rijden zonder dat je schade aan je voertuig hebt of aan de bemanning. En dat is ook om een pad te maken voor de opkomstige voertuigen die erachter rijden. Maar wel altijd even volgen met infanterie, want het zou kunnen zijn dat je in een hinderlaag wordt gelokt en dan word je alsnog afgeknald. Dus dat is niet de bedoeling natuurlijk.
Nou, daar hebben we daar nog staan vliegtuigen. Boven nog een luchtdoelgeschut. We gaan zo even naar binnen. En wat hebben we hier staan? Ja hoor, een Josef Staling 1 en 2 tank. En die zijn ze ook bezig, dit model, om rijk klaar te krijgen in Rusland om naar Oekraïne te sturen. Ik weet niet of dat zo slim is. Nogal zwaar, lomp, traag. In de Tweede Wereldoorlog goed, jaren 50. Deze is uit de Tweede Wereldoorlog, als de slag om Berlijn. De slag om Warschau. En hier heb je de T-34's, die gebruikt zijn in de Tweede Wereldoorlog. Het eerste model is met 76 mm toren, zoals je kan zien. Daarnaast staat er eentje in wintercamouflage. Die heeft al een toren met 85 mm. En die daarnaast staat, heeft ook met 85 mm. Nou, dan gaan we even kijken, gaan we naar binnen toe. Ik hoop dat jullie het interessant vinden. Ik zou zeggen, nou tot zometeen en tjus!